zijn hier vandaag op de Uniek Sporten Familiedag op het terrein van de Internationale School in Eindhoven. En dit is een dag waar mensen met een beperking en hun familie kunnen uitvinden welke sport bij hun past. Omdat het voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend is dat ze naar een gewone vereniging kunnen. Dat komt ook omdat sportclubs vaak zoiets hebben van oeh, help een gehandicapte. En dus alleen maar kijken naar wat zo'n kind, vaak kinderen, niet kunnen. In plaats van te kijken naar wat ze wel kunnen. Als ze daar meer naar zouden kijken, zouden ze merken dat kinderen met een handicap vaak heel veel dingen wel kunnen. Die ze van tevoren niet wisten. Het is prettig voor iedereen om te gaan sporten bij iets wat bij jou in de buurt is. Dan ga je er makkelijker naartoe. Je gaat niet een uur rijden voor een sportactiviteit als je dat nog nooit gedaan hebt. Terwijl als het op een kwartiertje rijden is, kun je het makkelijker doen om te proberen. En van proberen komt doen. En van doen komt nog meer plezier. Onze Luc, de oudste, die heeft altijd atletiek gedaan, maar dat lukt nu niet meer. En toen zagen we een advertentie van de racerunners, deze mooie fietsen hierachter, om te kijken of daar iets voor Luc is. Wel, ga je sporten en tijdens het sporten is dat ook leuk. Het is voor Luc heel belangrijk om mee te doen met leeftijdsgenootjes en om leuk te bewegen met z'n allen. Als je de intentie in ieder geval hebt om dat te willen doen, ga bij een vereniging kijken die wat verder weg zit. Wat bieden zij aan aanbod? Leer van elkaar, want samen kom je tot een groter geheel. En samen kun je die dekking door heel Nederland groter krijgen voor meer aanbod. Zij zoeken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. En dat is wat hun uniek maakt.